Ik was het net mijn dochter ook aan het uitleggen, want het staat hier mooi geschreven op de grond, veerkracht. Ja, waar ik aan denk is dat als er tegenslagen zijn, dat je eigenlijk weet hoe je ermee om kan gaan. Hoe je eigenlijk weer positieve dingen kan zien, terwijl het eigenlijk misschien even minder goed gaat. Welkom op het Resilience Street Lab, waar we een Haagse straat weerbaarder en veerkrachtiger gaan maken. Steden over de hele wereld groeien enorm. Volgens de VN zal rond 2050 maar liefst 68% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze steden krijgen ook steeds vaker te maken met ingewikkelde problemen. Denk aan stijgende energieprijzen, woningentekorten, digitale fraude, een pandemie, criminaliteit en een veranderend klimaat. Willen we al deze problemen het hoofd bieden, dan moet Den Haag veerkrachtiger en weerbaarder worden. Een veerkrachtige stad kan namelijk toekomstige problemen voorkomen. En als het dan toch misgaat, kunnen we tegen een stootje. Over de hele wereld werken steden aan oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom is Den Haag toegetreden tot het Resilience Netwerk. Samen met 100 steden zoals New York, Barcelona, Milaan en Jakarta leren we hoe steden veerkrachtiger en weerbaarder kunnen worden. Een veerkrachtig Den Haag bereik je niet alleen door te leren van de rest van de wereld. Een lokale aanpak is natuurlijk voor ons als gemeente minstens zo belangrijk. Veerkracht vergroten doe je samen. Met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen uit de stad. Want zij weten als geen ander wat er speelt in Den Haag. En als gemeente zijn we daarom in gesprek met hen. En uit die gesprekken komen de oplossingen die onze stad veerkrachtiger en een nog fijnere stad maken om in te wonen. Om de veerkracht te vergroten moeten we acties uitvoeren die tegelijkertijd meerdere problemen in de stad aanpakken. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Een voorbeeld: als je een geveltuin aanlegt in een straat, dan pak je gelijk ook water- en hitteoverlast aan. Het water kan dan namelijk na een flinke regenbui de grond intrekken en planten zorgen op warme zomerdagen voor verkoeling. En als we de geveltuinen samen met bewoners, de basisschool en het verzorgingstehuis in de straat onderhouden, zorgen we dan ook gelijk voor een sterke en verbonden straat. Meerdere vliegen in één klap. We voegen de daad bij het woord. Om de veerkracht van de Noorderbeek dwarsstraat te vergroten, zijn we een proef gestart. Vandaag is het startschot en de komende maanden gaan we aan de slag. Samen met bewoners. We monitoren en evalueren de acties. En wat we leren, delen we met onze bewoners, partners en andere steden. Is deze proef een succes? Dan gaan we op meer plekken in Den Haag aan de slag. Om uiteindelijk samen met bewoners onze mooie stad achter de duinen nog veerkrachtiger en weerbaarder te maken voor de toekomst. Nog veel meer voorbeelden zijn er hoe de veerkracht van de straat vergroot kan worden. Zo gaan we er samen voor zorgen dat de huizen in de straat goed geïsoleerd en brandveilig zijn. En de bewoners van jong tot oud weten hoe je veilig kunt surfen op het internet. En de basisschool die een moestuin onderhoudt samen met de bewoners in de buurt. De straat die sterk en verbonden is. En dat iedereen in de straat is voorbereid op noodsituaties en weet wat er moet gebeuren als het toch misgaat. Samen gaan we voor een sterk, veerkrachtig en weerbaar Den Haag. Zelf vind ik het heel belangrijk, vooral in de wijk, om elkaar erbij te helpen en elkaar ook dus te kennen. Dus daarom ben ik zelf naar dit festival gegaan om te kijken of ik buurtgenoten kan leren kennen. Want ik denk dat je vooral veerkrachtig kan zijn als je elkaar kan helpen en kent. Dit is van de gemeente. Dat is voor de bewoners is dat eigenlijk heel fijn. Dat ze een keer weten dat de gemeente ook iets doet. En dat mag best meer gebeuren. Weet je? En dat vind ik eigenlijk, ga wat dichter naar de bewoners toe. Het is mij gevraagd om hapjes klaar te maken. En toen dacht ik aan die vrouwengroep. Het is een woongemeenschap van 70-plussers, zeg maar. En toen dacht ik, ik ga die vrouwen vragen om te koken samen met mij voor de buurt. En dan kunnen ze weer terugkrijgen van, u heeft lekker gekookt. Waardoor ze betrokken voelen en geaccepteerd voelen, gewaardeerd. Ik had toevallig net bij het koffiekraampje, dat is een kleine jongen, een jaartje of 6 was voor mij. Dus ik zeg 1 cappuccino, ik keek maar ineens, hey meneer, ik was voor u. Oh, sorry. Ja, dat is echt weerbaar eigenlijk.